Hoi, ik ben Joeri en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. We krijgen de afgelopen tijd steeds meer de vraag hoe je van nagelbijten afkomt. En zelf doe ik dit ook al jaren en ik word er helemaal gek van, want het is gewoon heel vies om te zien. En ik vind het nou wel tijd dat ik daarmee ga stoppen. Dus ik ben op zoek geweest naar een aantal manieren hoe je hier vanaf kan komen. En die ga ik vandaag met jullie delen. Hey, ik heb hier een klein armbandje. Een heel opvallend armbandje en die ga ik om mijn arm doen. Uiteraard, zo'n armbandje. En waarom doe ik dat nou? Nou, de filosofie hierachter is dat op het moment dat jij wil gaan nagelbijten, je ziet dat armbandje, dan ga je het niet doen omdat je denkt van, oh ja, wacht, ik mag die nagelbijten. Het is vaak een automatisme, nagelbijten. En je moet dus iets hebben waaraan je kan herkennen dat je het wil gaan doen. 2. Heel voorhandend liggend, maar als je weinig nagels hebt, dan kan je zo niet afbijten. Dus hou je nagels heel erg kort. Heel eenvoudig eigenlijk. En dan heb ik hier de laatste manier, manier 3. Smeer wat nagellak of nagelverharder op je nagels. Dit heeft een hele vieze smaak en maakt je nagels ook nog eens een stuk lastiger om door te bijten. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar dat ga ik nu even doen. Ik smeer het even op mijn nagels, ik wacht tot het droog is en dan probeer ik het eens te bijten. Oké, ik heb hier een nagelverharder. Het ruikt in ieder geval heel erg vies en ik wil het ook eigenlijk niet in mijn mond steken. Mijn nagel is droog. Ik bedacht me net dat ik het natuurlijk ook gewoon even op het randje alleen had kunnen smeren. Want nu loop ik met een gelakte nagel rond. Dat is een beetje jammer, dus ik hoop dat ik het er straks weer makkelijk vanaf krijg. Maar we gaan het even proberen. Ik ga proberen op te eten. Ja, het ruikt nog steeds niet lekker. Het ziet er ook niet zo fris uit. Maar we gaan het gewoon even proberen. Oh, dit is echt de rand van mijn woorden. Godverdomme. Behalve dat ik gewoon überhaupt niet op mijn nagel ben heen gekomen, is de lak in mijn mond gekomen, was nog niet helemaal droog. En nu loop ik denk de rest van de dag met een nagellak smaak in mijn mond rond. Dus ik snap wel dat het heel erg goed werkt. Ik denk wel dat je het wat langer moet aanhouden dan één dag. Hoewel ik toch wel ben geschrokken van de smaak een beetje. Er zijn bij de apotheek verschillende middeltjes te krijgen om ook van nagelbijten af te komen. Maar vaak hebben die het niet gewenste effect en ga je er toch mee door. Plus, ze zijn ook nog eens super duur. Dus probeer dit zeker uit. Heb je nou wat gehad aan deze tips? Laat dan even een reactie achter. Laat ons weten of het heeft geholpen bij jou. Geef ook even een duimpje omhoog. Abonneer je en ik zie je de volgende keer. Dat is handig.